Zo, nou, ik zit in de auto en dan denken jullie van, hé, waarom ben je niet aan het rijden? Want dan komt er bij een of andere droplom af zit. Ik ben de taxicentrale! Taxicentrale goudsmit hier. Atos, taxicentrale! Atos! Oh, Grieks, klinkt wel lekker Grieks. Maar we gaan onderweg naar een StukTV event in Utrecht. En Paul is eigenlijk uitgenodigd daarvoor, dus... Ja, Paul weet niet wat er gaat gebeuren, toch? Ik weet het wel. Ik weet dat Giel van StukTV heeft mij gevraagd. Ja. We zijn de enige gamers die er ook aanwezig zijn. Dat is wel leuk, hè? Hij heeft ook expliciet elke keer gezegd, ook een paar keer getweet, als enige gamer aanwezig en zo. Ja. Maar dat komt omdat eigenlijk zeg maar, de andere kant van YouTube, dat is zeg maar StukTV, Cinemates, dat groepje, die zitten dus ook bij andere netwerken. Ik ga die noemen als kut of niet. Ja, ja. Andere netwerken. Ja. En dat is echt een tegenhanger van de gaming. Van dus DDG, DAD en zo, wij en zo. Dat is de andere kant. Ja. En op een of andere manier haten die elkaar. Ik haat elkaar, maar ik bedoel, dus we worden echt, we negeren elkaar. Maar ik zit er altijd een beetje tussenin. Ja. En jij zit ook daar hoor. Maar ik ben goed met Gilo weg. Cinemates hebben we al wat gedaan een keer, ja. Weet je nog? Ja, en ik Dylan Haag krijg ik wel weg en met een paar dingen. Zijn we naar Fiet geweest via Matt en zo? Yep. Wij zijn gewoon populaire boys. Maar wij zijn niet echt gamers. Ja, maar ik vind het ook onzin dat elke keer die concurrentie met elkaar. Ja. Dus we gewoon lekker met elkaar lekker leuke video's maken en lekker gewoon topcontent doen. Ja, maar wij zijn ook voor de gamers, want we zijn gamers. Dus we zijn ook voor die kant. En toen we DDG met Davos ook al samengewerkt en zo. En zo kan ik ook het overweg. Maar wij zijn eigenlijk meer. Ik heb meer respect voor de entertainers, want ik vind dat veel betere content. Ben je niet, als je heel eerlijk bent, zoals Cinemax? Ja, er zit gewoon veel meer werk in. Maar in principe is een Call of Duty video, je zet je Elgato aan, je gaat wel lekker een beetje lullen, een beetje reetsen en je knip, en je doet muziek eronder en hola die. Dat is eigenlijk wel simpele content. En gaming is simpel. Ja, maar wel sinds gamers uploaden soms al 2-3 video's per dag en die gasten uploaden gewoon soms gewoon een week niet. Dat is ook zo. Ja, dat klopt. StukTV uploadt natuurlijk gewoon met een heel team doen ze het maar 2 video's per week. Maar van één echt opdrachtvideo en de andere is vaak ook wat simpeler. Ja. Dus ja, dat is wel zo, maar het is wel echt gewoon elke video, als ze kijken, verheugen ze ook op die video, omdat alles vet is, snap je? Ja. En gaming video's, ook bij ons al heel vaak, zijn eigenlijk ja, het is gewoon weer, je moet even wat uploaden. Nou, maar dat even. Een prettig zeekje. Ja, en taxi op, dit en dat, ja, dan denk je, ja. En als je niet online komt, mist niemand het. Heb je zo zo'n dingen. Nou ja. Daarom ja. En daarom zijn we ook meer een beetje aan het mengelen. En daarom gaan we ook, weet nou, fuck it, lees doen. Ja, dat soort dingen. We doen gewoon een beetje, gewoon een beetje mengen. Je moet gewoon een beetje mengen. Dat is altijd lekker om naar te kijken. Dat denk je ook, denk ik, het meeste publiek aan. Ja, maar doe maar. Ik ben al nooit echt zwart gezien als een game. Ik heb meteen nog Olaf en chatroulette en zo. Ik vind ook wel dat dingen leuk. Dat is niet alleen maar een game. Shit, dat is heel leuk. Ja, inderdaad. Ik kan zoveel meer doen met YouTube. Als een gos omlijn als een randebiel gelopen rage in een game. Maar dat doen we eigenlijk een game niet, maar rage. En af en toe een mo-upje. Met feestjes. Ja, met feestjes. Met paskalpjes erbij. Maar Paul trouwens rijdt dus even in mijn auto. In mijn nieuwe auto. Nou ja, dat is een heel stuk net 80 maar, bezig. Maar nu is het weer jaar rijden. Maar hoe rijdt hij? Goed. Ja toch? Gewoon prima toch? Niks mis mee toch? Ja, voor dat geld. Voor die paar centen. 150 euro toch? Ja. Hij rijdt heel lekker joh. Ja toch? Niks mis mee. Dus, Als nieuw? Nee, ja, maar ja. Je merkt wel natuurlijk dat het geen nieuwe auto is. Maar je merkt ook weer dat hij gewoon niet 13 jaar oud is bijna. Nee. Niet door zo weinig kilometer heen. Ja. Nou ja, als hij zegt dat hij een jaar oud is, geloof ik niet. Maar bedoel, als iemand zegt, als je gewoon helemaal je ogen dicht moet rijden en je stapt in en je 3 uur moet je even wegdenken. Ja, het of 6. Dat ziet ook wel aan natuurlijk, maar ja, dan denk je dat hij 6 jaar oud is. Ja. Rijdt, hè? Ja. Hij is ook wel stil en ooit door het raam dat het stief is heet is. Maar kijk, hoort, dan rijden we 110. Ja, dat valt mee. Kijk, en dan ga ik harder rijden. Nou, het duurt even 1.0, dus dat is niet erg, want daar rijden we 1 op 49. Want Wendy en ik gaan ook een nieuwe auto kopen. We gaan waarschijnlijk een 107 kopen. Maar ik ga weer klein, maar wel met 4 deuren. Ja. En dat is ook een 1.0. Ik vind het prima. Niet meer. Vroeger wou je echt 2 liter hebben, 16 kleppen, GSI en zo. Dat doe ik helemaal niet, troep. Maar dat is uit de tyfus, man. Ja. En je wordt alleen maar geflitst. En dan heb je boetes. Dan je, maar kijk, je hoort bijna de motor niet meer. Nee. Want hebben we nou een beetje wind tegen? Je hoort heel weinig. Ja, ook niks. Heel weinig. Dus ik ben hier heel blij mee. Maar we zijn dus even onderweg. Ik raam weer open als je even. Jezus. Ja, we hopen niet dat het te druk is, want het is vandaag Le Tour de France. Le Tour de Jour. Ja. Le Tour de France. Hè? En dat is dus in Utrecht. Wel een tijdrit, dat scheelt wel, maar het is wel druk. Want als het een. We mazzelen een tijdrit. Nou ja, er is ook een ongeluk gebeurd hier op de A2. En dat is zeg maar, dit is A27 waar we nu op rijden. De A2 is zeg maar gewoon de andere verbindingsweg naar Utrecht toe, hè, vanaf het noorden. Dus het is niet zo lekker, want dat zeg maar dat er nu een hand is. Ja, die uit Haarlem, Alkmaar, zo komt, die rijdt allemaal via de A2. Maar we zien
Dat is ook mooi, hè. Paul is nog zijn eigen aan het opmaken. Top dan. Lullen, jij bent net klaar. Jij was ook weer bezig, hoor. Maar dat zegt hij niet erbij, hè? Ja, geurtje heeft gedaan. Beetje oksenspray. Is wel nodig hier met dit weer. En ik heb zelfs slippertjes aan, jongens. Kijk, de slippertjes. Met de Beach Boy hier. Dus volgens mij is het een klein beetje druk, jongens. We kunnen even kijken hier. We kunnen even zien hoe druk het is. Gelukkig ken Paul Giel. Dus we komen gewoon snel binnen. Maar ja. Hé, Paul? Ik heb hier wel Giel, dat scheelt hier. Ja, nee, ik word hem al wel komen. Nee, niet om een andere, maar ja, dat is onzin. Arrogant? Nee, of wat? Oké. Ja, lukt het? Dan gaan wij even kijken hoe we dit gaan doen. Slip is wel mee, hè? Ja? Oh, je wil mee. Ja, nou, zou het dus niet aan. We kunnen altijd teruglopen. Dat zou het nou doen, want het is ik wil niet een van de warmste dagen van het jaar. Ik moet over 36 uur vakantie. En ik wil niet, dat is plutjes in mijn voeten of stap ik ergens iets hars, dat ik gewoon met een wond vakantie moet. Ik heb al mijn vinger. Ik wil niet weten waar die vinger allemaal ingezeten heeft. Nou, nee, dat is nog een ander niet testen. Dat die verhalen hoor je van de week al. Yes! Echt niet normaal, hè? Nu weet je wel wie hier 500.000 abonnees hebben, ja toch?